Breda Nu. Je weet het meteen. Zo direct gaat hier de opening plaatsvinden van de tentoonstelling Oog voor elkaar ontstaan uit de stichting Zorg voor elkaar. De opening zal verricht gaan worden door onze wethouder van Zorg, Onderwijs en Dienstverlening, Mirjam Haag. Wat wij nou vandaag gaan zien zijn de echt krachtige mensen. Mensen die hun kracht tonen, juist ook door de beperkingen die er zijn. En ik wil een compliment maken aan al die fotografen die dat zo mooi in beeld hebben weten te brengen. Breda Foto is heel erg trots hier te mogen zijn en trots op de samenwerking die we hebben gerealiseerd met Zorg voor elkaar. Het laat zien dat we als festival, als internationaal fotofestival, meer willen zijn dan alleen maar 7 weken foto's in de stad. Dat we kennis willen delen, dat we de passie die we hebben voor fotografie willen delen, maar dat we ook betrokken zijn als festival bij wat er gebeurt in de stad. Daar gaan we, naar de onthulling van de tentoonstelling. Kom hier om. 1, 2, 3. Mooie foto's geworden. Dankjewel. Het heeft Gonda maar goed gedaan. Ja, dat heeft Gonda. Ik heb vertrouwen in Gonda. Ik heb vertrouwen in Gonda. Waarom heeft u voor Els gekozen? Els vind ik een hele krachtige vrouw. Ik ken haar pijn. En elke dag zie ik haar eigenlijk wel, bijna elke dag. En dan probeert ze toch weer een gouden randje aan de dag te maken. Mevrouw Hagen, u bent op uw vrije zaterdag toch weer hier aanwezig. Ja, natuurlijk ben ik hier aanwezig. Want wat ik ontzettend leuk vind, is dat we nu een tentoonstelling hebben door de stad heen. In samenwerking met Breda Foto, waarin we juist die krachtige Bredanaars hebben weten vast te leggen, die wel net een steuntje in hun rug nodig hebben, maar die wel laten zien hoe ze zelf zijn, welke talenten ze hebben en hoe krachtig ze nog meedoen aan onze maatschappij. Op welke plekken, we staan nu op het Heksenwiel, zijn de foto's nog meer te zien? Er zijn nog meer te zien op de Balie en Dijk, Dr. Struikenstraat en Brabant Park en ze rouleren ook. Breda Nu. Je weet het meteen.